Gaat die film dan nog een beetje publiek trekken, zo'n oude film? Dat is helemaal de vraag. Maar het is gewoon hartstikke leuk dat zo'n oude Leidse film weer terug is waar die hoort. Als ik het die dag konijntjes trekken. Haha, daar heb ik jullie. Een hele goede middag, heren. We trappen net als zijn vader. Nostalgie. Ja, het is, ik vind het echt een ouderwets jongensverhaal. Echt een jongensavontuur. Men zegt dat er veel leidenaars in meedoen. Dus wij zijn gewoon nieuwsgierig. Ja. Ik heb vanochtend in de krant een artikel gelezen over een film. En daar stond ook bij Dick Visser. En ik meen begrepen te hebben dat hij vroeger in een film had gespeeld, een jeugdfilm. En zodoende ben ik hier gekomen om te kijken naar mijn eigen broer. Ik ben hier omdat ik in de jaren 50 de film gezien heb met de lagere school. Toen gingen we en masse gingen we daar naar die film toe. En hij is ontdekt door een oud collega van mij, dat is Michiel Hekkens. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Zo, kom even langs. Kees, de zoon van de stroper. Deel 1. Deel 1. Oh, je hebt meerdere spoelen. Ja, ik heb 5 complete en eentje heb ik alleen maar deel 2 van. Ja. Maar we kunnen wel even kijken of deze... Ja. Een beetje draaibaar is, volgens mij wel. Ik heb de meeste wel nagekeken toen. Mijn vriend Frans Rombouts die had ze in 4 grote verhuisdozen ergens op een plank in zijn schuurtje staan. En bij feestelijke gelegenheden trok hij ze dus nog wel eens tevoorschijn. En draaide hij een paar van die leuke oude filmpjes op zo'n ouderwetse projector. En toen hij die schuur ging verbouwen, toen moest hij ze ook weer kwijt. En vroeg hij of ik geïnteresseerd was in... die collectie en ik heb toen samen met een projector die films hier naartoe gehaald. En ze bekeken, weer geplakt en zoveel mogelijk draaibaar gemaakt. En zitten genieten van echt de meest vreemde collectie die je kan voorstellen. Ik was al jaren op zoek naar gegevens over films die in Noordwijk waren opgenomen. Ze films aan het verzamelen, boeken erover aan het verzamelen. En dat mondde uit in een project in de plaatselijke schouwburg hier, in de Muze. Waarin stukjes van die film werden vertoond en mensen werden geïnterviewd. En vlak daarvoor, volgens mij was het 2 weken daarvoor, belde Sjoerd van Driel mij op uit Alphen. En die zei, joh, ik heb nog de hoofdrol gespeeld in een kinderfilm die in de Noordwijkse Duin is opgenomen. Heb jij daar gegevens van? En heb jij die film? Ik zeg, nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik was ernaar op zoek. Een jaar of 7 geleden heb ik voor het eerst iets geïnformeerd. Her en der. Maar ik ving overal bot. Filmmuseum had hem ooit gehad. Hij is verloren geraakt, waarschijnlijk bij de verhuizing toen ze van Amsterdam naar Den Haag gingen. Of andersom, dat weet ik niet meer precies. Niet ver van Huis ter Duin in Noordwijk is een Amerikaans-Engelse filmploeg neergestreken om opname te maken voor de 18 miljoen gulden kostende film Secret Ceremony. Robert Mitchum en Mia Farrow spelen onder regie van Joseph Losey belangrijke rollen. Ja, zo hebben we wel een stuk of 20 films gevonden die in Noordwijk, of gedeeltelijk in Noordwijk zijn opgenomen. Dit is natuurlijk ook wel een highlight ervan. Maar ja, geen Kees, de zoon van de stroper. Ik stond op de tuinmarkt in Noordwijk binnen met tuinboeken en ik was aan het inpakken. En op een gegeven moment komt Giel de Banjo, Michiel Hekkens, op zijn fietsje voorbij. Wim, ik heb een film gevonden die over Noordwijk gaat, een jeugdfilm. Ik zeg, oh, dat is zeker Kees, de zoon van de stroper.
Hij zegt, ja, hoe weet jij dat? Ik zeg, dat is een film, daar zijn wij naar op zoek. En, kijk, als jij nou toch een film vindt, dan moet je die film maar vinden. En dat bleek ook echt zo te zijn. Dit is er eentje waarvan het begin ontbreekt. Word je nou zenuwachtig van me, of niet? Word je nou zenuwachtig van me? Nee, van dat... Het is toch historisch materiaal, jongen. Ja, nee, dat is zo. Het Nederlandse cultuurgoed... heb ik hier in mijn handen. Ja. Op wat voor materiaal is dit nou gefilmd, Giel? 16 mm, ook het origineel. Vaak is het 35 mm wat dan wordt omgezet naar 16 mm, maar dit is volgens de foto's van de scène, is die ook op 16 mm gefilmd. Dat is toch heel brandbaar materiaal? Nee, dat is voor de Tweede Wereldoorlog was dat allemaal heel brandbaar. Nu valt dat wel mede. Hij is fijn scherp, hè? Hij is erg scherp, hè? Ja. Jongens, we gaan naar huis. Tot morgen. Tot morgen. Wat dacht u toen u hoorde dat hij terug was? Ja, dat was onwerkelijk. Het was voor mij onwerkelijk. Omdat ik er eigenlijk in die afgelopen jaren, zeker na die 7 jaar dat ik nog wel geprobeerd had en bot gevangen had, dat het nu toch raak was, dat had ik nooit meer verwacht. Afijn, dat is gewoon genoeg gevonden waar meneer Joost is. Heus, burgemeester, u zult zien dat ik de waarheid zeg. We zullen zien. Want die film is uiteindelijk toch wel belangrijk geweest voor uw leven, want u hebt er wel naar gezocht als een belangrijk onderdeel van uw leven. Ja, op dat gebied wel. Het is een onderdeel van je belevingswereld. En uw kinderen vroegen daarnaar? Ja, het kwam wel eens ter sprake dan kon ik ook niet anders zeggen als jongens, hij is niet te vinden hoor. Ik heb van een van de kinderen van Sjoerd begrepen dat er een affiche in het trappenhuis bij hun hing van Kees de Zoon van de Stroper. Dus ik denk dat voor meneer Van Driel het ook wel een van de hoogtepunten van zijn jeugd is geweest, zijn hoofdrol in die film. En zijn kinderen zijn er dus ook hun hele leven mee geconfronteerd zonder die film te kennen. En ze hebben hem nu kunnen zien. Dit is mijn Leonardo DiCaprio. Ik vraag iedere dag om een handtekening. Oh, ik zwijmel als in de film. Het betrof een filmmaatschappij uit Leiden, Filca. Die hadden op een gegeven moment hadden ze het idee om een jeugdfilm te maken. En die hebben naar de Leidse scholen een beetje afgestruind, om het niet meer zo te zeggen. Naar geschikte kinderen, om daar een rol in te vervullen. Het is typisch zo'n film die niet heel lang in een hele grote bioscoop heeft gedraaid, maar die heel lang in een circuit heeft gedraaid van buurthuizen. En als de kerk in die tijd een avondje had voor de jeugd, dan werd zo'n man met een filmprojector gehuurd en dan werd zo'n film gedraaid. Dus ik denk dat wel een stukje filmgeschiedenis is, dat die film zeg maar circuleerde langs kleine verenigingsgebouwen en buurthuizen en feestjes en alles. Wat gebeurt er nu? Ja, nu word ik gefouilleerd en dan... En kijk, hij vindt geld in mijn zak. Ik geloof niet dat we nog verder hoeven zoeken. Het is een stropersjong natuurlijk. Alsjeblieft, bijna 30 gulden. Ik heb het niet gestolen. Nee, natuurlijk niet. Heb je gevonden zeker, hè? Tel dan straks de burgemeester maar. De les van de film is... dat is natuurlijk ook zo'n lekker cliché van neem mensen zoals ze zijn. Kijk niet, ga niet af op vooraannames dat iemand die een zoon van een stroper is ook meteen maar slecht is. Maar dat het ook een goede jongen kan zijn.
vader, waarom doe je dat toch? Wat gaat jou dat aan? Wat mij dat aangaat, kijken soms alle jongens niet op mij neer. Ik mag nooit meespelen. Ik ben een stroopersjong. Mij schelden ze uit voor een dief. O, vader. Met wat voor ogen kijkt u nu naar deze film? Nostalgie. En dat het, ja het is toch iets leuks geweest. Het is toch een bepaald onderdeel van je leeftijd die iets bijzonders was voor me. Het moment dan dat hij zelf weer die film ziet en het ook aan zijn kinderen kan laten zien en aan zijn kleinkinderen. Dat vind ik een prachtig iets van dit. Dit project, zeg maar. Terug in Leiden. Mooi toch? Na 1950, dus wat is het? 60, 62 jaar. Mooi moment toch? Ruim 62, ja. Leuk. Leuk hè, zo dicht bij zee. Zeg, wat doet die jongen daar? Ga mee, gaan we kijken. Wat een fijn beest, is die van jou? Ja. Wat was je aan het zoeken? Schelpen. Laat eens kijken, wat heb je? Wat is dit? Een kokkel. En dat? Een mesert. Komen jullie in het lege huis aan de zeeweg wonen? Ja, we zijn vandaag gekomen. Hoe heet jij? Kees Hippers. Kom, Bello. Dan gaan we even op zoek naar de juiste locatie, zo ongeveer. Want waar zijn we nu? We zitten nu in de Noordduinen. Waar dus de opnamen gemaakt zijn. Hier zijn we. Waar is het hol dan? Hier, kom maar mee. Bello, naar huis. Weet u nog een beetje waar het was dan? Het is lang geleden natuurlijk. Het is hier zo ongeveer. Nog iets verder en dan even linksaf de duinen in. Hier is het afgesloten. Ja, nu komt alles weer een beetje boven bij me. Het was natuurlijk na die oorlogsjaren, die ik toch ook gedeeltelijk behoorlijk meegemaakt heb, was dit als het ware een... Ja, iets bijzonders met allemaal andere jongens en een paar meisjes. Hebben we hier de zomer van ons leven gehad. In de vakantie. Het was ideaal. Hallo, wat wil jij hieruit? Wacht op jou. Op mij? Waarom? Oh, ik wou zeggen, als je het rekenen niet kan, zal ik je wel helpen. Als je wil natuurlijk. Ja, best. Ik snap van die sommen nog niet veel. Hebben nog niet gehad. Waar woon jij? Verderop in de duin. Maar ik ga nou naar de schilder, meneer Joost. Ga je mee? Ja, dat doe ik. Is het ver? Nee, we kunnen recht door de duin. Ga maar mee. Wat leuk is van die tijd vlak na de oorlog, dat een groot gedeelte van het spannende van het verhaal zich afspeelt in de bunkers. Die toen nog... natuurlijk boven het zand lagen en voor slimme jongetjes zoals Kees en zijn vrienden wel te betreden waren.
Zeg, wat is het hier eigenlijk? Een rest van verdedigingswerken. Ik heb het toevallig ontdekt en de uitgang gecamoufleerd. Ga je mee? En dat is iets wat typisch is voor Noordwijkse jeugd ook wel. Die hebben dat allemaal wel meegemaakt, dat ze in de bunkers zich ophielden. Was het niet gevaarlijk hier dan, om zo kort na de oorlog hier te draaien? Nou, er waren nog enige stukken, herinner ik me, die toen toch nog afgesloten waren. Verder was het gros vrijgegeven. Maar daar gingen jullie als kinderen natuurlijk kijken, kan ik me voorstellen. Juist daar waar het afgesloten was. Ja, dat was natuurlijk wel het interessantste. En die opnames zelf, hoe gingen die in zijn werk? Dat was soms wel eens een beetje problematisch. Want er waren diverse opnames. Iemand deed iets verkeerd. Er moest ook tekst opgezegd worden, wat dus later nagesynchroniseerd werd. En dat was het meeste wat eigenlijk ophield. Want dan moest dat weer opnieuw en dan werd het tot in de treuren herhaald. Dat was het enigste minpuntje. En hoe ging het u af, dat acteren? Nou, ik geloof dat dat redelijk ging. Ja, maar net als bij een ander, ik moest het ook diverse malen overdoen. En jullie waren allemaal amateurs eigenlijk, hè? Allemaal amateurs. Oh, Arie, hoe heb je dat kunnen doen? Niemand verdacht mij ervan. Ze dachten dat jij het deed. Ik gaf jou de schuld. Ik heb er zo'n spijt van. Wil jij het geld teruggeven? Vertel me alles. Ja, Arie, ik zal het doen. Is deze film nou belangrijk voor de filmgeschiedenis? Ja, dat vind ik wel. Ernst Wiener, de regisseur, dat was niet de eerste, de beste. Hij heeft met redelijk succes in Duitsland een carrière gehad. En in Nederland heeft hij ook verschillende films gemaakt die toch wel hoog gewaardeerd werden. Hij was ook bijvoorbeeld de leermeester van Paul Verhoeven. Die noemt dat regelmatig. Dus dat was wel iemand die aan de weg timmerde en goede producten geleverd heeft. Ja, dat is de strenge onderwijzer van Verhoeven. En allemaal was er ook wel. Heerlijk, dankjewel Joke. Een zoete herinnering aan jouw verhuizing. Wat hebben jullie nou als kinderen in de loop der jaren allemaal over die film gehoord? Nou, wat ik vooral mee heb gekregen is dat de speurtocht naar de film. En met name dat hij niet gevonden werd eigenlijk. En hoe was het om je vader terug te zien in een oude film? Ja, heel erg leuk. Echt bijzonder. Mijn zoon die is nu bijna op de leeftijd mijn vader was dat hij in de film speelde. En dat vond ik heel leuk om dat te vergelijken. Ja, het lijkt ook heel veel op mijn nichtje. Qua gezichtsuitdrukking, dat is wel heel leuk om te zien natuurlijk. En lijkt ook veel op mijn opa natuurlijk. Ja. Dus het is hartstikke leuk om zo te bekijken. En heb je al veel verhalen over deze film gehoord? Ja, want ik heb zelf ook al eens gezocht op internet voor opa. Om die film terug te vinden, maar ik kwam niet zo ver. En mijn vader en mijn oma hebben ernaar gezocht vroeger. Maar die kwamen ook niet zo ver. En ik heb er veel naar gevraagd. Hoe is het met de film? Heb je hem al gevonden? En ja, dat is natuurlijk wel leuk om dan te horen dat hij eindelijk gevonden is. Er was heel wat publiciteit. Ja, er is toen wel door de pers toch wel aardig aandacht gegeven. Ze waren natuurlijk blij na al die jaren oorlog tot weer eens wat anders aan de orde kwam. De zoon van de stroper belooft veel aantrekkelijks. Nou, goede recensies. Ja. Sjoerd van Driel, geen filmallures. Verzamelt postzegels en zeilt. Nou, kijk, dat zulk soort verhalen neem ik nu met een korreltje uit natuurlijk. Nee. Wat bent u gaan doen later, toen u groot was? Ik heb een jaar of 8 getimmerd in het bedrijf van mijn vader. En daarna ben ik vertegenwoordiger geworden. En ik verkocht daken en gevels. En een periode dat ik kanteldeuren en rolluiken verkocht heb. Dat is wel even iets heel anders dan aan film. Aannemers. Ja, dat is heel wat anders. Had u filmster willen worden? Nee. Nee? Nee, ik geloof het niet. Nu die Oscar nog. Nou, die heb ik al, want die staat daar. Daar ben ik wel grozer voor. A Star is Born. Wel een beetje op latere leeftijd, maar fijn. Het is toch gebeurd.
Wat vind jij, Kees? Ja, ik vind het ook goed, want ik weet hoe het is als je uitgesloten wordt door de ander. Dus alles is vergeven en vergeten. Nou jongens, jullie hebben zeker wel honger. Ja! Volg dan mijn spoor. Ik vond het heel bijzonder dat ik mijn broer zo zag spelen. Moest het halen, even halen. Arie de Bruin, hoor ik jou daar? Nee meneer, ik zong alleen maar in gedachten. Helaas is hij overleden. Maar ik ben ook blij dat ik een dvd krijg van deze film. En dat ik dat door kan geven aan zijn vrouw en zijn kinderen. En ik heb nog een zusje, daar zal ik ook een dvd van laten maken. Ik zag ook dingen die ik zelf nog in huis heb. Ja, heel leuk. Ja, maar ja, het is zoveel jaar. In 50. Nou, ik ben nu 86. Wat wilt u? Ja, dan vergeet je wel eens wat, hè. Maar het was heel erg leuk.